Aroma proschrijven. Ja. Daar zijn we. Dan gaat zich nog even hernoemen. Precies, nee, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Welkom allemaal. We hebben voor jullie een super toffe presentatie gemaakt samen vandaag. Tussen alle bedrijven door. Dat gaat echt super leuk op Canva. Dan kan je met z'n tweeën tegelijk in een presentatie werken. Dus Tanja en ik gaan gewoon onafhankelijk van elkaar werken. En dan af en toe dan appen we even. En ja, volgens mij hebben we echt hele leuke dingen op papier gezet. Dus je krijgt niet standaard gewoon alleen maar... Hey, dit staat er in de shop en dit moet je kopen. Dus het is niet alleen een presentatie voor mensen die al doTERRA hebben... Maar ook als je denkt, oh, ik wil wel meer weten over etherische olie en ik wil aan mijn gezondheid werken en ik wil aan de slag met mijn emoties, dan is dit ook wel je kans om eens te kijken van, hey, hoe zit dat nou en hoe doen ze dat en wat valt er een beetje te halen, hè, Tanja? Precies, precies. Het is ook zo fijn om dit samen te doen en ik denk, laat ons beginnen. We hebben veel te vertellen. Echt wel, ik doe je nog even jouw naam aanpassen. Volgens mij is dat mijn geluk. Oh, oh nee. Schatje. Jij kan het. Ja, dat gaat wel. Helemaal leuk. Ja, dit is echt een super handig programma. En het handige programma, dat zorgt ervoor dat als jij meekijkt op Facebook... en je doet boven dat waar die video staat, zie je als het goed is een tekstje staan wat ik geschreven heb. En als je op dat tekstje, daar zie je het woord StreamYard staan. Als je op Facebook op dat woord StreamYard klikt, dan kun je toestemming geven... dat als jij reageert, dat wij jouw naam en je foto zien. En dat is handig. Vandaag gaan we het niet doen, maar we willen jullie vast al een beetje voorbereiden. Dat we gaan vast wel weer een weggeefactie doen. En als we een weggeefactie doen, kun je alleen maar meedoen als je dat hebt aangeklikt. Dus doe dat nu alvast. Ook in de groep van Tanja, doe dat, want anders kan je niks winnen volgende keer. Dus nou, kijk, en hier komen de dames van YouTube al, die zijn er allemaal bij. Helemaal gezellig, Pia en Petra en Inske. En dit gebeurt er als je dus niet toestemming gegeven dat wij je mogen zien. En bij Sonja lukt het wel. Kijk, die is al wat langer in mijn groep en die heeft dus al een keer gezegd... Hey, dat is oké, je mag me zien. Dus goedenavond allemaal. Nou, en als je terugkijkt, dan laat het ook even aan ons weten. Hè? Want dat vinden Tanja en ik super tof. We hebben echt vorige week naar die Bobo-filmpjes de hele tijd screenshots naar elkaar gestuurd. Omdat we eigenlijk zo dankbaar waren dat jullie zo tof reageren. Precies, daar doen we het ook een beetje voor. Anders voelt het toch een beetje eenzaam. Hè? Dus als jullie reageren, weten we ook dat gekeken wordt. En dat het wat is wat we doen. Ja. En nou, dat is zeker wat, want ja, pastens. Ja, een van mijn favoriete olie hoor, Tanja, en jij? Favoriet in de richting van de efficiëntie van wanneer ik hem inzet. Favoriet absoluut niet wat het aroma betreft. Dus, nee? maar zeg maar, voor mij ook echt een van de meest efficiënte olieën die ik niet mis. Ik heb hem wel en ik weet waar die staat. En dat is ook soms echt heel erg nodig. Oké, ja, hij is bij mij in de familie heel favoriet. En ook de geur, ja, is natuurlijk wel een beetje in de richting van de moderne benaderingen van de gezondheidszorg, om het zo maar te zeggen. Weet je wel, die pakjes waar die lange lappen tekst uittrekt. Nou, sommige van die dingen die je krijgt of smeert, ja, dat ruikt ook wel een beetje zo. Hij ruikt vaak een beetje kamferachtig. En ik denk dat dat ook wel die pastens is. Maar daarom vind ik hem ook wel misschien fijn, ja. Ja, in Duits zeggen we Geschmackssache, sagt der Affe und beißt in die Seife. Dus het is niet voor iedereen. Oké, nog een keertje? Geschmackssache is dat, sagt der Affe und beißt in die Seife. Oké, wat cool. Nou, we hebben weer wat geleerd. Nou, hij is heel erg effectief, hè, zeg je al. Nou, goed, want het is de oplossing voor het door mij bedachte woord, zei jij. Ja. Maar ik weet niet of ik dat nou bedacht heb, maar ik moet het wel een beetje omschrijven, hè. De oplossing voor hoofdspanning. Ja, het is echt een olie. Voor mij een beetje een waarschuwing. Het is een roll-on waar een pure olie in zit. Dat hebben we dus met de Immortelle of Salubelle, is dat zo? Het is met de Intune zo. En het is dus ook met de Past Tense. En je kan dus, als je sensitieve huid hebt, een Past Tense roll-on kopen en een lege roll-on gewoon nog een keer vullen met de helft van Past Tense en dan beide roll-ons opvullen met gefractioneerde kokosolie. En dan is het nog steeds efficiënt. Dus een beetje wat beschermender voor de huid. Je kan zelfs 3 roll-ons daarvan maken, maar dat neemt een beetje wel van de werking af, want je wil dat deze verkoelt en dat doet die. We laten zo meteen zien welke olie je daarin zit. Hoe gebruik je hem? Gebruik hem wel
op je voorhoofd. Dus als je dus die spanning hebt, die voel je meestal ook hier. Op je slapen, dat is waar ik hem heel graag gebruik. Want dan voel ik het meestal als ik te veel aan mijn hoofd heb gehad. Voel ik het hier heel gauw. En achter in je nek. Let dan dus op. Hè, die nieuwe roll-ons van doTERRA, die zijn fijn. Die hoef je alleen maar eroverheen te vegen. Er komt best wel wat uit. Dat het niet in je ogen gaat lopen. Dus dat wil je echt niet. Hey, Kevin woont in Duitsland. Leuk. Dat is, Kevin, je spreekt Nederlands waarschijnlijk. Maar je krijgt hem ook nog in het Duits. Want Tanja en ik hebben net afgesproken dat we hem ook in het Duits gaan doen. En met iemand die nog niet weet dat ze mee gaat doen, maar die gaan we verrassen. Ja. Precies. Oh, dat klinken we weer hekserig dan als we dat zeggen. Precies. Nou, het is, als je kijkt wat voor een potpourri aan olie erin zit. Nou, die wintergreen, die ruik je heel duidelijk. Dan is een rustgevende olie, is je lavendel en de majoraam en de Roman chamomile. Dat zijn de eerder wat rustige olieën, maar die zijn dus gecombineerd met de wat sterkere olieën van wintergreen, basil, rozemarijn en pepermunt. En dan heb je ook nog cilantro. Over cilantro heeft Emily Wright ons al beloofd, gaan we in de toekomst nog heel veel meer leren. Dat is dus een olie dat ons allemaal gaat wegblowen over de efficiëntie en wat het alles kan brengen. Dan is er frankincense mee bij. En je ziet, het is echt een fantastisch samengestelde etherische olieblend die op heel veel verschillende manieren effecten gaat hebben op je lijf. Dus zowel rustgevend als ook energiegevend, als ook weer aardend, als ook weer omhoog tillen, weet je. Dus het is echt interessant en gaat je lijf dus helpen precies dat te krijgen wat je lijf nodig heeft. Majoraam, tip voor mij. Ik heb vandaag een vraag gehad, hoe zit dat dan als iemand heel veel nekspanning heeft, als we dat ook zo mogen noemen. Nou, majoraam is daar echt een olie dat bij uitstek geschikt is voor. Volgens mij mogen we voor nekspanning mogen we zeggen stijve, stramme spieren. Dat is ook stijve, stramme spieren. Ja. Stijve en stramme spieren. En het leuke van die pepermunt ook, en dat wist ik niet, die remt ook bepaalde prikkels. Dus voor die hoofdspanning zorgt die gewoon dat je die spanning tussen aanhalingstekens minder voelt. Dus dat is het effect van die pepermunt. En die verstevigt de werking van al die andere olie wat erin zit. Mm-hmm. Het is absoluut een olie dat ook helpt met de doorbloeding, waardoor dus alles beter wordt opgenomen. Maar ook, wat leuk, iemand uit Brussel, Boswaag. het is dus ook verkoelend. En de verkoelende werking, dat is echt die je voelt. En als eerste eigenlijk voelt, als je een tijdje hebt opgedragen en die dus dan ook het effect heeft van, kan loslaten, weet je, die frons een beetje loslaten. Ja, hoe gebruik je deze? Ja, je kan hem masseren, zowel in je schouders als in je nek. Ook op spieren kan je het inmasseren. Of wat ik net al gezegd heb, dus op je slapen en je nek aanbrengen. En dat niet alleen als je die spanning hebt, maar ook als je dus helder wilt zijn. Hè? Dus voor een toets of voordat je iets gaat presenteren, dan helpt die ook. Het is alleen een kleine waarschuwing voor mij. Ik heb dat eens een keertje overdreven. En ik hou nogal van donkere mascara. Dus dan begonnen mijn ogen te draaien. En ik heb dus een presentatie gegeven. Het zag eruit dat ze een beetje zo'n ongelukkige pandabeer met al mijn make-up was gaan lopen. Dus wees daar een beetje voorzichtig mee. Je kan hem meenemen ook in situaties die je misschien spannend vindt. Mensen die bijvoorbeeld op reis gaan, vluchtangst hebben of dit soort dingen. Daar kan hij je dus ook helpen om letterlijk een koel hoofd erbij te houden. Of als er dus bepaalde levensveranderingen aanstaan, kan je hem gebruiken. Kan die gebruikt worden voor kinderen? Nee. Ik denk vind ik hem echt te sterk voor, zeg maar. Te heftig voor. Is ook weer qua leeftijd verschil. En ook laat het kind gewoon ruiken. Wat vinden ze daarvan? Überhaupt. Je kan hem diffusen, want het is een pure oliemix. Maar dan moet je die rollon dus openmaken. En dan met zo'n pipetje, ik had er net nog één. Hier, deze dingen zijn dan handig. Daarmee kan je het dus dan een beetje eruit halen. Ja. Ik doe altijd zo'n leeg dingetje erop van een leeg flesje. En dan kan je hem ook in je diffuser doen. Dat is slim. Ja, moet je wel wat voorzichtiger zijn met je... Laat nog een keer zien. Kan je het even ietsjes dichter aan de camera? Ja.
Oh, dat is cool. Je kan ze Nou, er kijk, gewoon weer wat indrukken. geleerd. Ja, als je een beetje stevig gedrukt, gaat hij volgens mij helemaal tot de onderkant. Wauw. Ja, Ja. dat is heel slim. Zo kan je het makkelijk ook eruit halen voor in de diffuser. Maar ik zou er wel wat anders bij doen, denk ik. Inderdaad, hier staat het, wat je net al zei, hè? Ja. Ja, komen straks nog wat recepten voor in de diffuser, hoe je het goed kan Oh. combineren. Ja, hoe noemen we deze emotioneel gezien? Is het een instant stressuitschakelaar? Dat is weer zo'n woordcreatie voor mezelf. Dus juist nu, waar heel veel dingen gebeuren om ons heen en heel veel discussies ook zijn en mensen best wel uitgesproken zijn over de dingen die ze wel of niet goed vinden, we kunnen ons heel gauw laten meeslepen in deze dingen, ook in de zorgen. En dat kan voor, ja, dat kan nogal zijn dat je dus erin blijft hangen. En hier kan Past Tense je echt helpen om je eruit te tillen, zodat je jezelf weer wat beter gaat waarnemen. Want iets waar ik echt veel last van heb, als ik heel druk ben en heel veel dingen om me heen gebeuren, dan voel ik soms ook niet hoe het met mij gaat. Dat voel ik pas laat, als ik echt alleen ben, zo voor mezelf. Dat voel ik soms niet als ik met andere mensen om me heen ben. En hier is dus ook Past Tense echt een helper, die je daarbij helpt dat je even wakker wordt voor je eigen toestand. Voor je eigen, hè, zeg maar, zijn op dit moment. Zodat je dan ook kan zeggen: hé, ik moet dit even loslaten, wat meer ontspannen. En eventueel, wacht eens, het gaat me eigenlijk niet zo goed en ik heb hulp nodig. Ik vind het ook wel echt mooi dat je zegt, het is ook wel een olie om dingen los te laten. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje, ja, daar gaat herfst ook over loslaten. Er zijn natuurlijk ook een aantal andere oliën die ook in dat thema gaan. Maar deze past eigenlijk wel heel goed. Dus ik vind het mooi dat Tara deze ook gekozen heeft deze maand voor de korting, zeg maar. Nou, en dit is nou echt een olie waarvan ik zou zeggen, als je dus veel ervaring hebt met hoofdspanning of überhaupt spanning, of inderdaad die stijf spannen, stramme spieren, kijk of je met iemand deze olie kan meebestellen, hè? Of zeg maar, regel het op een andere manier. Ken je iemand in een van onze groepen waar je contact mee hebt? Benader diegene dan of je deze olie mag meebestellen met hun deze maand. Ja, en ik zie nog iets als je ergens loopt en we hebben zo'n lage salontafel en die is nieuw. En daar moet ik nog een beetje aan wennen. Dus het gebeurt me wel vaker dan dat ik er tegenaan loop. En dus dat zijn ook momenten waar ik de Past Tense dan pak en waar ik dat eroverheen ga wrijven. Dus ook hier nog een tip. Ja, zeker. Ik denk ook zeker voor die verkleuringen op de huid kan je inderdaad wel goed ook pakken. Had ik niet aan gedacht, maar je inspireert me weer om hem op een andere manier ook weer te gaan gebruiken. En ik vroeg jou naar je favoriete do-it-yourself. Dat is altijd een beetje mijn ding natuurlijk, zo rollers maken en helers maken. Dus ik zei Tanja, ja, wat ga je hier nou mee doen hè, als je nog wat extra wil doen? Dat Ja. kan wel. Ja, dat kan prima. Je kan de Copaiba vind ik echt zo'n enhancer van die ontbreekt ook echt in het mengsel. Dus je kan of je rollen openen en wat Copaiba nog erbij doen. Of je kan heel makkelijk met de neutrale hand- en bodylotion je eigen. Ja, zullen we dat spierbalsem noemen? Ja, spierbalsem maken. Dus dan doe je in een glaspotje doe je wat van die handlotion en dan geef je daar dus druppeltjes Past Tense en druppeltjes Copaiba bij. Dus op 30 milliliter 6 druppels Past Tense en 4 druppels Copaiba kan je een beetje mee spelen wat goed voor je voelt. En zo kan je die gebruiken. En hier hebben we ook nog twee diffuser mengsels die je kan maken. En dan zie je dus dat je de Past Tense ook heel goed gebruiken kan met de bergamot voor een confidence boost, een self-esteem boost blend. Dus hè, als je bent aan het leren en voorbereiden voor een toets, kan je dat doen. Maar denk ook eraan, je kan dus ook die rollen aanvullen met deze olie en daar dus een ander eigen mix van maken. Of als je mensen hebt, of zelf iemand bent die dus moeilijk de controle kan loslaten, ik mag in de spiegel kijken, dan is het een hele fijne combinatie om de Past Tense met de Siberian Fear en de Time te gaan combineren. Oeh, dat is ook wel een hele spannende. Hele leuke ook. Oh, die ga ik proberen straks. Dat is wel echt iets voor mij, die combinatie. Die is gewaagd. Je had het net over een eigen spiermix, zeg maar, maken. Heb je deze wel eens hergebruikt, Tanja? Of gebruik je die nooit? Dat is die Virage, die gezichtscreme. Die kan je echt super weer terugvullen. Ik doe dan zo'n eetstokje erin en dan doe ik dat dingetje naar beneden. Dan vul ik hem met die bodylotion en dan doe ik de druppeltjes erbij die ik wil hebben. En dan heb je zo'n hele, ja, ik vind het sowieso een goed idee om zoveel mogelijk her te gebruiken van al het plastic wat we toch in ons leven hebben.
Ja, dan krijg je gewoon heel makkelijk gewoon er weer uit, zeg maar. Oh, dat zie je niet zo heel goed bij mij. Maar ja, dit, gewoon in dit geval is het mijn dagcreme die ik zelf gemaakt heb. Maar je kunt die dingetjes gewoon heel makkelijk hergebruiken allemaal. Ik doe het met de Verage Immortelle Serum. Daar heb ik heel veel flesjes, want dat is echt een product dat ik altijd gebruik. En ik doe daar mijn diffusermengsels in. Kant-en-klare diffusermengsels. Ja. Oh, wat goed zeg. Gaat dat naast de diffuser en dan... Ja, en ik heb ook wel die potten, die grote potten met body butter en die potten met scrub van doTERRA. Die koop ik dan wel eens voor mezelf, hè, of van mijn punten, om mezelf een beetje te verwennen af en toe. En ja, die gebruik ik ook her. Ik maak gewoon ook nieuwe mengsels in, inderdaad. Ja, ja, dus daar kan je echt goed over nadenken. Ja. Ja, dit wilde ik toch even zeggen hoor, jongens. Ik zeg tegen Tanja, weet je eigenlijk... Maar dat weet Tanja natuurlijk, want die weet alles. Maar dat we eigenlijk 47,5% korting krijgen... als je het een beetje handig aanpakt bij doTERRA. Ja, het duurt wel 13 maanden, maar... wat je doet eigenlijk is je 25% korting, hè, omdat je een eigen account hebt. Dus als je met mensen meebestelt en je doet dat 3 of 4 keer per jaar, dan is het echt te overwegen om je eigen account bij doTERRA te laten aanmaken. Laat ik je daar ook even bij helpen, want degene die dat aanmaakt voor je, heeft ook alle informatie voor je. En dan is het niet zo als dat je naar de drogist gaat en nou hier heb je het olietje en zoek het verder maar uit. Maar je wordt echt begeleid, je krijgt filmpjes, je krijgt boekjes, je wordt uitgenodigd voor events. Dus dat is al hartstikke leuk. Maar je kunt ook nog met een cadeautjesbestelling 30% extra terugkrijgen in productpunten. Nou, tel je dat bij elkaar op, heb je 47,5% korting. En ja, Tanja, sommige dingen zijn gewoon best prijzig. Daar kunnen we niet over liegen. Maar op deze manier kan je toch ook die dure dingen voor jezelf krijgen. Klopt, dat is wat ik doe met mijn punten. Ik ga die altijd inruilen voor het Verage Immortelle Serum. Oh, okay. Omdat ik ben echt zeg maar mega verbruiker voor dat spul. Ja. Ja, dus nou ja, en nou ja, wil je daar meer over weten? Ik heb ook een boekje waar ik het in uitleg. Ik zal jullie de link geven, zodat je dat op Canva kan lezen. En dat boekje helpt je met nog veel meer andere dingen. Er zijn allemaal hele handige tips en trucs in. Maar waarom zou je nou een cadeautjesbestelling doen? Hè? Dus je begint eerst met je account en je begint met een startset. Dat is echt het allerhandigste. Om bij een startset krijg je gewoon filmpjes en boekjes en informatie. Dus dat zijn de 10 basisolieën eigenlijk. Hè? Van de Family Essentials Kit of van de Home Essentials Kit. En nou, daar kun je gewoon eigenlijk, hoe lang doen we daarmee, Tanja? Nou, kun je misschien wel iets bijna een jaar vooruit. Mm-hmm, zeker, ja. Maar ja, en een aantal zul je misschien bij willen bestellen of zul je extra gebruiken, maar dat kan dan. Als je dat doet op een cadeautjesbestelling, krijg je al je verzendkosten in punten terug. Dat is fijn, 7 punten. Als je voor meer dan 125 punten bestelt, krijg je als je voor de 15e van de maand bestelt ook een gratis product erbij. En we gaan straks laten zien welk product dat deze maand is. Dus dan gaan we dat geheim onthullen. En soms is het ook bij 200 punten. En nou ja, in december hebben we vaak hele leuke. Hè? Daar zit echt iedereen op te wachten ook vaak. Dus ja, dat is gewoon super als je dat er natuurlijk bij krijgt. En het is niet een soort ECI-bestelling. Dus het is niet zo dat je gewoon automatisch dingen krijgt toegestuurd. Nee, je bepaalt het zelf. Je stelt het zelf in. Het is jouw boodschappenlijstje. En je kunt voor zoveel of zo weinig doen. Je kunt eigenlijk zelf de datum ook instellen. En in het ergste geval, als je het even een maandje niet redt, dan bestel je gewoon een lipbalsem voor een paar euro. En dan heb je wel alle voordelen die erbij horen. Ja, of een lemonolie, want die gebruik je toch in je water. Dat hoort er gewoon standaard bij. Het is minimale aan zelfzorg wat je jezelf gunt. Dus ja, ik vind het heel leuk. En dit, ik weet niet hoe jij begonnen bent, Tanja, maar ik ben op deze manier begonnen. Ik dacht slim te zijn, of het was nog dat we geen setjes hadden. Maar ik, Torsten van het boek Emoties en Olie in het Nederlands en in het Duits is het ook Kevin. Die, zeg maar, die had een petrol diffuser thuis staan, hè? Die eenvoudige diffuser die bij de basisset zit. En daar kocht ik een pepermunt voor mijn hoofdspanning en een lavendel, omdat ik best wel veel spanning en stress had. En toen was ik later aan het kijken, goh, hoe zit dat nou eigenlijk bij doTERRA? En toen dacht ik, oh, maar als ik het een beetje goed doe
En ik bestel elke maand 3 oliën, krijg ik de 4e gratis erbij. Dus dat is hoe ik met doTERRA begonnen ben. Beetje een salesmeisje, zeg maar. Ik weet nog heel goed hoe jij bent begonnen. Want op een gegeven moment had je ook zoiets van, wacht eens even. Als ik mensen uitnodig, die dus ook leren hoe ze de olie kunnen gebruiken. Dat helpt mij ook weer verder. Dan kan ik andere mensen ook weer beter helpen. Je had er echt plezier aan. Want ik mocht op je allereerste oilclass komen. En daar heb ik dus mogen ervaren dat jij wel echt van spannende diffuser mixen zou. Want jij had oregano in de diffuser gedaan. En ik dacht letterlijk de hele avond, ze heeft pizza gebakken. En ik zat me toch te verlekkeren die hele tijd op die pizza die maar niet kwam. Dat was echt heel erg. Ik dacht, ja, die heb ik nog niet gebruikt. Ik was echt 3 maanden bezig of zo. Ik dacht, oh, die heb ik nog niet gebruikt. Dus 15 mensen in mijn woonkamer en Tanja die allemaal op pizza zaten te hopen. Het was echt hilarisch. Ja, en het is niet alleen met Tanja en een running gag, maar mijn vrienden hebben het er ook nog steeds over. Nou, voor mij was de loyalty bestelling echt, ik dacht eerst, ja, dag, ik ga dat nog niet, hè, want het wordt je meteen gevraagd als je account opent. Ik heb mijn account trouwens zelf geopend. Dacht ik, dag, ik bestel nooit etherische olie, wat moet ik dat normaallijks bestellen? Maar na 14 dagen, want ik had me dat kleine set, het Family Essentials kit gekocht, na 14 dagen waren bij ons al bepaalde olieën op. Frankincense, want mijn man is daar weer de groot verbruiker, en de lemon en alles. Dus ik wou dan, nou ja, dan als dat zo hard gaat, dan ga ik toch maar bestellen. En toen kon dat niet. Want je kan in je eerste maand dus geen loyalty bestelling. Dat kan pas in je tweede maand. Dat is nog steeds zo. Daar heb ik me vanochtend nog over opgewonden. Dat dat dus pas in je tweede maand kan. En ja, ik ben een hele trouwe besteller. Dus echt elke maand sindsdien. Want iedereen hier gebruikt natuurlijk ook alle producten. Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben, want ik denk dat heel veel mensen toch gewoon te veel alleen maar olie gebruiken. En wij gaan jullie straks nog wel een paar tips geven over wat wij nou echt fantastisch vinden. Maar goed, dit is ook iets eigenlijk wat ik normaal gesproken alleen aan mijn klanten geef. Maar goed, ik wil gewoon even iedereen laten meekijken, want ik weet dat heel veel mensen hiermee struggelen. Ga even naar www.helio.works en dan is het C van Canva handleiding. En dan kom je op mijn Canva terecht in dit geval. En er staat een stappenplannetje bij hoe je je bestelling doet. Dus ook, weet je, er zijn heel veel mensen die nog zweven. Die geen, nou niet als ze noemen Tanja en mij upline. Van, dit is doTERRA lingo, zeg maar. Maar goed, feitelijk komt erop neer dat je bij ons terecht kan als wij je ingeschreven hebben of geholpen met je account met de vragen die je hebt over hoe doe je een bestelling. Nou, niet iedereen heeft dat in Nederland of niet iedereen heeft zo'n handig boekje. Dus heb je daar nou moeite mee? Kijk nou eens even op die handleiding. Kijk gewoon stap voor stap hoe je het doet. Ik heb hem onlangs aangepast aan het nieuwe systeem. Dus als het goed is, mijn klanten komen er allemaal uit, zeg maar. Dat lukt zeker met de handleiding. Met de gantleiding. Ja, ik had het verkeerd geschreven. Oh, hier. En Peter zegt, ik had hetzelfde als Tanja de eerste maand. Dat je dus gelijk eigenlijk die cadeautjesbestelling in wil stellen. Goed, nou dan komen we bij dat product van de maand. Want dat product krijg je dus alleen maar als je die cadeautjesbestelling hebt ingesteld. Bij 125 punten. Iedere maand is het een ander product. Dus iedere maand doen ze wat anders. En nou, de afgelopen jaar zitten er heel veel van dit soort specials bij. Olieën die je niet kan krijgen, dus limited editions. Net als sommige van die make-up merken hebben dat ook. Hè, zijn van, ja, dit is gewoon een setje wat gewoon heel beperkt verkrijgbaar is. En dat is met deze olie ook. Nou ja, en waarom krijg je die? Nou, ook gedeeltelijk, zodat je iets kunt weggeven. Dat is natuurlijk heel super, want doTERRA is echt, ze hebben gezegd voor dit jaar, en of tot 2030 gaat Tanja, triple the impact. Dus ze willen eigenlijk over de hele wereld zoveel mogelijk mensen helpen. En heel veel van dit soort producten worden gemaakt door boeren in ontwikkelingslanden. Dus hoe meer van die bijzondere oliën we ook kunnen krijgen, hoe meer bijzondere boeren en gemeenschappen we ook kunnen helpen. Ja, en die pomps, ook al zijn het dus limited time offers, die zijn dus niet bedoeld om thuis in een kastje te zetten en te bekijken en te, wow, ik heb dit bijzondere olie. Nee, die zijn echt bedoeld om te gebruiken, hè, om te ervaren, weg te geven, te delen met anderen zo nodig, maar weet je, die olie die kunnen jou alleen maar iets goeds doen als je ze op je lijf doet. Ja. In je lijf, op je lijf, om je lijf. Dat maakt niks uit. Maar gebruik ze. Zet ze niet in de kast. Daarvoor zijn ze echt te jammer, te kostbaar. Dus het zou niet jammer zijn. Gebruik ze.
Ik ga even wat supermint gebruiken op mij. Waarom dat dan? Ja, waarom? Ik voel me ineens dat ik een beetje wat focus ga gebruiken. Wat is Naioli? Het is een melaleuca soort, maar wel weer een hele bijzondere. Want het ruikt heel anders dan titriolie, dan melaleuca. Want niet iedereen vindt die titri echt lekker ruiken. Ik vind het heerlijk. Ik ben in Australië geweest op stage. En zat het in de aftersun. En het was echt, ik heb elke keer als ik het ruik, heb nog zo'n hele fijne herinnering aan Australië. Maar goed, niet iedereen heeft dezelfde ervaring. En dit is dus een melaleuca van titri soort die heel anders ruikt. Je zit wel in de categorie van kruiden en grassen. Maar je zult wat meer houtachtige tonen erin ruiken. Iets meer ook de dennengeur zul je er misschien in terugruiken. En er zit limonene in. Dus het is ook wat frisser en wat citroenachtiger. Die 1,18 niol die ken je onder andere van eucalyptus. Hier zit veel minder in. Dus het is niet zo hoog in percentage als de eucalyptus ook. Maar het is wel, net als eucalyptus en titri, een hele reinigende olie. Dus fijn voor de huid en een hele verfrissende olie. Het is een wat zachter alternatief eigenlijk voor de melaleuca die je in huis hebt. En ik vind het echt een wonderolie voor je huid en je haar. We hebben vandaag allebei nog wel even flink in de boeken gezeten en online lopen zoeken naar wat doe je eigenlijk met die oliën. We allebei kwamen erachter van, deze hebben we eigenlijk veel te weinig gebruikt en ons flesje had al lang al leeg moeten zijn. En zeker nu, we komen straks nog wat recepten, dus je hebt natuurlijk heeft iedereen van jullie die bijzondere Bogo gekocht vorige maand. De Catewood is een super olie om hier ook mee te gaan combineren, als je dus echt wonderen wilt gaan doen voor je haar bijvoorbeeld. Ja, super. En jij had een mooi verhaal, toch, Tanja, over de in Australië wat er gebeurt met die titri, Met de Niaoli. De Niaoli, dat zien we ook straks aan de emotionele werking van deze olie, want het is een olie voor de vernieuwing. In Australië zijn nogal wat bosbranden en die zijn niet beslist slecht, want die natuurlijk ook daarbij helpen dat de aarde vruchtbaar is en dat planten goed kunnen groeien. Maar in eerste instantie, als zo'n bosbrand eroverheen is gegaan, is natuurlijk alles dood. En de Niaoli is een plant die super snel regenereert dan. Echt binnen een paar weekjes is die gewoon weer helemaal klaar en groen en kan het verder gaan. Dus deze kracht en deze levensenergie komt dus hier ook mee. Ja, tof. En misschien weten jullie wel van titri, hè, dat het een hele fijne olie is voor oorsupport. Dus als je je oor voelt of je hebt een uitdaging bij je oor, dan kan je die olie eigenlijk heel goed daar smeren. Niet erin? Dat mag niet, je doet geen olie in je oor, maar eromheen. Dus echt super voor oorsupport. Wat het ook doet vanwege die bestanddelen, is dat je ondersteunt je gevoel van een vrije adem. Dus als je daar, zeker in dit seizoen, daar komt het weer lekker voorbij zweven. Probeer hem eens met een beetje pepermunt of combineren met de air in de diffuser. Daarnaast is hij ook goed voor je immuunsupport. Hij ondersteunt eigenlijk de normale werking van je immuunsysteem. En doe een beetje in je crème spoeling. Ook een ideale olie, zeg maar, voor gezond haar. Oh, volgens mij is... Ja? Liane, je blijft staan. Dus vandaar dat ik even... Ja, ja. Oh. Maar je kan weer bewaren bij de crème spoeling. Oké. Okay. Nou, super in de crème spoeling ook. Dus ik had het idee dat ik nog doorbewoog, maar... wat heel leuk is, ik geef met Erna ook regelmatig. Erna is mijn nicht en die is een schoonheidsspecialist. En we geven regelmatig ook wel lives over hoe je gezichtsverzorging doet met etherische oliën. Nou, dit is ook weer zo'n super olie om gewoon je dagelijkse reiniger mee te maken. Hè? Dus dan hoef je die niet meer te kopen. Ga die nou niet halen bij de weet ik veel wat voor drogist. Want je hebt alles in huis om hem zelf te maken. Want je maakt hem gewoon in een sprayflesje. 1/3 hand een body lotion, 2/3 water en je doet er 10 druppels van die Naioli bij. Even schudden voor gebruik. En dat zijn gewoon die gerecyclede flesjes, hè, waar je je On Guard spray in hebt gehad. Ja, of je koopt gewoon een setje nieuwe. Maar je kunt ook die van de On Guard, de Terra Shield en de Adaptive Mist kun je gewoon hergebruiken. Doe dat elke ochtend en avond. En ook bij pubers is dat een hele goede om de gezichtshuid mooier te houden, zeg maar. Dus hebben ze daar wat last van die rode plekjes die soms heel vervelend zijn en pijn doen? Ga dan hiermee aan de slag. Ideale pubermix ook. En ook voor dames in de overgang die weer hetzelfde fenomeen krijgen.
Ik was nog even aan het zoeken naar een massagemix. En je kunt hem heel lekker combineren ook met spearmint en wild orange. Dus dan maak je met gefractioneerde kokosolie, doe je 3 druppels neroli, 3 druppels spearmint en 3 druppels wild orange bij. En kun je heerlijk mee masseren. Eentje voor overdag, denk ik. Het is niet eentje, denk ik, die ik s'avonds zou gebruiken voor de rustgevende slaap. Maar gewoon lekker de dag beginnen, smiddag, super. Nicole zegt nog, ik doe hem in de diffuser met air. Samen met, als alternatief voor air. Dus Serenity en Naomi in de diffuser. Oh, dat is ook een interessante. Nou, Nice. die gaan we ook proberen, denk ik. Ik dacht net ook al, die Neo-Oli Spearmint Wild Orange Mix, dat lijkt me ook heel fijn voor in de diffuser. Ja. Nee, sowieso wat orange en neroli bij elkaar vind ik lekker, weet je. Dus als die spearmint kun je er ook uitlaten als je hem voor 's nachts wilt gebruiken. En ja, ook schoonmaken. Dus gewoon echt gewoon zo'n grote fles recyclen. Doe je een paar druppels neroli in. Spray je tafels, spray je vloer, weet je. Spray je wc. Super ook om mee te reinigen. En dan ruikt het ook nog lekker. Nou, en dan eigenlijk het haar, hè, waar we het net over hadden. ik kijk altijd vol bewondering naar Lisa Zimmer. Die heeft echt prachtige haarsprays waar alles in zit. En dat haar begint mega alle kanten weer te groeien. nou, je kunt heel goed ook je eigen haarspray maken. Lavendel, rozemarijn en neroli. En dat doe je dan of met witch hazel, hè, met toverhazelaar. Maar neem dan wel die toverhazelaar zonder alcohol. Dus als je die koopt, dan moet je even goed zoeken. Want de meeste merken hebben er alcohol in zitten. En dat is niet zo geschikt voor je haar. Als je echt een hele droge hoofdhuid hebt, kun je nog even zo'n pompje van de kokosolie toevoegen. Ik doe dat niet, want mijn haar wordt vrij snel vet. Maar het stond in het originele recept wel. Keuzes. Nou ja, en deze vond ik ook leuk. Dus daarvoor gebruik je dan die grote potten van doTERRA, van de body butter en van de scrub. Baking soda, suiker. Gefractioneerde kokosolie in gelijke delen en dan voeg je neroli en pepermint aan toe. En daarmee kun je heerlijk je voeten scrubben. Heerlijk, ook leuke cadeautjes om weg te geven. Ja, daar heb ik natuurlijk vrijdag een live over gegeven. En vorige week met de BOGO hebben we ook al over een heleboel dingen de revue laten passeren. Hè? Van, oh, wat kan je nou eigenlijk allemaal weggeven? Wat uiteindelijk een soort stuk duurzamer is en voordeliger en leuker, denk ik, als gewoon weer een heleboel ja, dingen in de winkel kopen. Precies, exact. Ik vind het ook altijd veel leuk. En volgens mij, ik weet, volgens mij was, ik weet niet meer wie het was, volgens mij, nou ja, chocola vonden we ook echt geniaal, hè? Nou, chocola met Naioli is geen optie, want hij is niet in eerste instantie geschikt voor inname. Het is echt wel een olie die je op de huid gebruikt. Verdund wordt toch wel aanbevolen en een olie die je in je diffuser gebruikt. Nou ja, een heleboel diffuser mixen zijn er ook te vinden. Jullie zien er een aantal op scherm staan. Ik heb nog even een Pinterest-board gemaakt met nog meer diffuser mixen. Tanja heeft ook mega veel Pinterest-borden. We zullen jullie aan het eind een link geven. Dus blijf even erbij, dan krijg je de link naar onze Pinterest-borden. En dan kun je nog veel meer recepten vinden. doTERRA zegt zelf in de factsheet die ze van iedere olie hebben dat die heel fijn is met tea tree, wild orange, cardamom, spearmint en arborvitae. Dus dat zijn dingen waar je zelf mee kunt gaan experimenteren als je dat wilt. En we willen van jullie natuurlijk terug horen, net als van Nicole, waar je hem mee uitgeprobeerd hebt. Ik vind het echt een hele mooie combinatie met Serenity. Dus ik ben wel benieuwd waar jullie deze nog meer mee gaan mengen. Ja, het neemt waarschijnlijk ook een beetje het zoete van Serenity. Dat kan mij soms een beetje tegenvallen, namelijk. Dus ga ik het zeker uitproberen. Oh, dat is echt wel een mooie, want er zijn een aantal mixen die, net als Serenity, wat veel vanille erin hebben. Dus niet iedereen kan dat waarderen. Als je dat hebt, probeer dan inderdaad eens die Naioli erbij te doen. Ja, je zei het al, hè? Het is de olie van snel herstel. Ja, En, vernieuwing en snel herstel, absoluut, ja. dus maar dat is. misschien kan jij hem vertellen, Tanja? Ja, juist, ik vind altijd dat met Product of the Month lijkt het zo alsof ons bedrijf precies weet wat aan de hand is in de wereld. Dus en het staat echt ervoor dat juist nu, wij in een steeds veranderende wereld zijn, dat we dus sterk en krachtig moeten zijn, maar ook in staat zijn om die dingen die op ons afkomen, die we niet kunnen plannen, niet kunnen weten, niet kunnen vooruitplannen. We hadden allemaal ooit een idee,
huisje, boomje, beestje, hoe onze toekomst eruit ziet. En ineens is alles anders. We weten niet hoe onze toekomst eruit ziet. Dus we moeten deze uitdagingen echt kunnen ombuigen naar kansen. Hè? En daarbij dus ook leren dat we oude dingen, dat we die dus nu mogen loslaten. Zodat, want anders kunnen we niet gaan groeien en niet vooruit gaan. En dat zijn allemaal die emotionele zeg maar cadeautjes die Neoli voor ons meeneemt. Dus ik nodig je echt uit om die olie te gaan gebruiken, ook in je diffuser. En juist hem dus om je heen uit te nodigen en dus ook in te ademen. Zodat je deze energie ook echt tankt voor jezelf. Want we hebben die nu nodig. Ja, en deel die ook uit. Hè. Ik kan me heel goed voorstellen dat je samen met mensen je terugkerende bestelling doet. Hè. Dat als mensen af en toe eens bestellen, dat ze met jou meebestellen. Maar dan is het ook wel super tof als je ze gewoon 1 milliliter flesje vult met deze olie en het meegeeft voor in hun eigen diffuser. Want het is natuurlijk niet, heel vaak is het wel een gemeenschappelijk ding, hè? Dat je gemeenschappelijk dingen vasthoudt en dezelfde verhalen blijft vertellen. En ja, ook dat mag je met elkaar loslaten, want je houdt elkaar vast in die oude toestand. Ja, dus een soort van familieopstelling in een flesje. Ja, die moeten we ook nog een keer gaan doen op zo'n teamdag, hoor. Ja, zeker. Oh. ook voor het gevoel van vrije adem, zegt Nicole, cardamom met serenity. Nou, ja, cardamom met serenity en Neroli zou ik dan in dit geval ook zeggen. Ja. Ja, we hebben een heleboel feestdagen geschenken ook nog. Dat is ook wel echt een doTERRA inmiddels. Ja, vanuit de historie is dat ieder jaar. En dat is echt heel leuk, want er staan altijd hele bijzondere dingen bij. En dit jaar hebben we dus een treindiffuser. Die is nog nergens anders in de wereld voorbij gekomen. Ja, hij maakt ook echt dat geluid, hè? Echt. Ja, hij maakt echt geluid. Nou, heb je kleine kinderen, is dit zeker wat. In Amerika is het ook echt een dingetje met de kersttijd. Ze vinden dat echt geweldig. Ja. Ook hier weer kom ik met mijn geschmackszaken, zegt de af. Een bijst in die zijven. Dus zeker schattig dingetje, zeg maar. Ja, ik zei al, ik vind het echt super voor mijn neefjes. Maar ik mag niet meer geven, want ze hebben al een koala en een olifant. Dus het houdt een keer op, zeg maar. Maar ik krijg altijd heel erg de neiging om dit soort dingen wel te kopen. Want ik vind het wel heel leuk. We zijn echt een treinenfamilie. Dus, maar goed, waar vind je dit nu? Je gaat naar je eigen doTERRA-account. En dat geldt voor alles. Als je een account hebt, je bestelt altijd op je eigen account. En je gaat naar je shop en je kijkt bij speciale acties. En dan moet je openmaken, hè? Want dat is dus iets wat mij vandaag onderkomen is. Ik was op zoek naar wat en ik zei, oh, is het al uitverkocht? Maar je kan dus onder open meer, dus dan opent hij ook die andere acties. Dus ik schoon maar een hoedje. En dit zijn dan de tijdelijke promoties. Ja. Dus tijdelijk, hè? Tijdelijk betekent ze kunnen uitverkoopt raken. Dus wacht niet te lang. Ga niet denken, oh, dan ga ik volgende maand als kerstcadeau kopen. Dit kan hard gaan. Wij hebben deze keer echt leuke dingen en dat kan heel hard gaan. Ja, en ik moet wel lachen, want Klasina die werkt bij een van de grootste treinen van Europa. De mooiste treinen ook van Europa. Ook zo'n mooie rode trein. En die zegt, nee, ik koop hem niet. Maar goed, Klasina, je hebt denk ik al 10 diffusers. Je hebt ik heb er net nog meer, maar je hebt er ook echt al heel veel. En Vivian zegt echt superleuk om bij de kerstboom neer te zetten. Ja, of op zo'n kersttafel. Dat is ook natuurlijk echt superleuk. Oh, misschien is die leuk voor mijn schoonvader. Mag ik hem toch nog kopen? Goed, nou dan hetgene wat jij wel leuk vindt, Tanja. Yes, hier, die vind ik, hier word ik echt blij van. Dit is een candle making kit. En dan echt uit goede was, dus sojawas is dat gemaakt. En kijk nou hoe mooi, hè. En je krijgt hierbij het komt in een cadeaudoos. En je krijgt hierbij vanille etherische olie om daarmee die kaarsjes te gaan maken. En het andere waar ik echt heel blij van word, want ik heb altijd koude voeten. Dat zijn hele mooie warme sokken. En daarbij komt een carrot seed body butter voor de voeten. Monia, als je kijkt. Dit is een leuk cadeau voor je vrouw. We hoeven niet te wachten tot kerst. Ik kan alvast kopen en dan onder de boom leggen bij jullie, toch? Oh nee, dan eet de hond het. Oh.
Dat is niet een goed idee. Maar, en dit is nog weer een gemengde. Ik zeg maar, ik hoop de hele tijd dat er meer fijne douchegels komen. En ik ben zo blij dat deze er nu is. Met een zo'n spons. En deze spons kan je eigenlijk zonder iets gebruiken om je huid heel zachtjes ook je gezichtshuid te reinigen. Dat is zo'n cognacspons. Heet dat, is ook puur natuur. En die kan je super gebruiken dus ook om een klein beetje licht te scrubben. En dan met die fantastische Forest Breeze geur. Dat vind ik echt geniaal. Ja, en niet schrikken als je hem krijgt. Die spons is in eerste instantie hard. Dus die moet je eerst even nat maken. En dan kan je hem goed gebruiken. En ik ben een grote fan van cognac sponsjes. Dus zeker voor de gezichtsreiniging, maar ook voor een lichte peeling voor het lijf zijn ze heel goed. En ja, en dit konijn was ik vandaag aan het zoeken. Want het is niet zomaar een konijn. Het komt met een fles lavendel erbij. Het heeft een mooi slabbertje op met het doTERRA-teken. Maar het heeft ook een binnenleven. En binnenin dat konijn is dus een zakje. En dat kan je daar eruit halen. En dan kan je dat in de microwave of in de oven kan je dat warm maken. Stop je terug in het konijn en dan heb je een warme knuffel. En gezien het feit dat we waarschijnlijk met z'n allen deze winter niet zo vreselijk veel de slaapkamers gaan verwarmen, vind ik dat voor grote en voor kleine mensen ook een heel leuk dingetje. Die kleine pluizige konijntje. Ik moet wel lachen, want ik heb van een aantal mensen de vraag gekregen van, heb je olie die misschien ook nog wel wat verwarmen? Want ja, de kachel gaat omlaag, heb je iets? Nou, hier komt doTERRA met het antwoord, dit is lekker warm. Nee, dit is zeker warm. Dit is lekker warm. En wat heel grappig was, wat ik gisteren begrepen heb, dat de bed and breakfast van Nicole heeft ze vernoemd naar Forest Breeze. Dus zij, dat vind ik echt heel tof. Ik ga een beetje reclame maken hoor, voor je, Nicole. Dus als jullie nog een bed and breakfast zoeken, neem contact op met Nicole. Of zoek haar bed and breakfast even op Forest Breeze. Of type even waar ze moet kijken, Nicole. En dan word je helemaal verwend dus met doTERRA dingetjes. Want ze heeft ook de body lotion ervan. En de diffuser aan met die geur. Maar ik weet zeker dat ze deze ook vandaag besteld heeft. Dus... echt leuk. Oeh, wat hebben we dan nog? Oh, deze had ik ook nog. Die wilde ik nog even erbij halen. Want ik zei tegen Tanja, goh, we hebben vorige maand eigenlijk heel erg de werking besproken. Van, wat doet die deze set nu? Maar weet je wat de emotionele werking is? Want die wilde ik eigenlijk nog wel even voorbij laten komen. Ja, de Superpower Kit is nog steeds te bestellen. Doe het, doe het, doe het. Dat is voorlopig de enige manier om aan deze nieuwe olie te komen. En ik bedoel, hallo, je wilt toch zeker de Metapower hebben. En de Supermint en de Guayakwood. En de Spanish Sage. Dus ze zijn namelijk allemaal echt belangrijk. Niet alleen voor de feestdagen. Kijken we voor de emotionele werking. Bij de Supermint, het is een blend van verschillende mintolieën. Dus kijk even naar de werking van de losse mintolie. Pepermunt weten we. Het olie van het lichte hart of de lichthartigheid. De Japanse munt, dat is een olie van het ontwaken van de ziel. En als je aan de Japanse munt hebt kunnen ruiken. Als je die dus vorig jaar vorige maand in je cadeautjesbestelling had, dat is dus echt de hallo wakker olie. Hè? Dat is dus echt de olie die de super in de supermint heeft gebracht. En dat binnengaat tot aan je ziel, geloof ik heel graag, want hier is er nogal veel menthol in. Dan hebben we daar de bergamot mint. Dat is een wat meer zachte mintolie, maar met een hele fijne aroma. Dat ja, een beetje bergamotachtig is. En dit is dus een olie dat zeg maar verdoofdheid. We zijn allemaal een beetje verdoofd hè, na zoveel stress na de laatste 2 jaar. En dat helpt dus weer dat het hart kan opleven en dat je dat weer kan voelen. En spearmint is dus de olie van zelfverzekerd spreken. Ja, dus dat helpt je ook dat je weer naar buiten kan treden, weer kan duidelijk maken wat je wilt. Dus een super mix. In de supermint. Dan kijken we naar de Metapower. Dat zijn nog steeds dezelfde oliën als bij Slim & Sassy. Alleen anders gecombineerd. Waardoor de werkzaamheid echt geoptimaliseerd is. Slim & Sassy is de olie van de inner en outer beauty. Dan kijken we naar de losse oliën. Dan zie je dat het je echt nog veel meer doet. Dus echt ook een olie die je in de diffuser kan gaan gebruiken. Gemberolie bijvoorbeeld helpt je erbij dat je jezelf gewoon gaat ownen. Ja, echt je innerlijke kracht, maar ook echt jezelf, je eigen ik. Daarvoor staat het. De pepermunt, ja, hebben we net al gehoord. Je helpt dus een zwaar hart te verlichten. De grapefruit helpt met je lichaamsbewustzijn. Dus dat je dus je lichaam
waardeert, maar ook eert. Hè? Dus niet zeg maar dingetjes erin stoppen om gevoelens te verdoven. Of zo, weet je, dus het helpt je echt erbij om bewust om te gaan met je lijf. Lemon, ja, positiviteit, dat hebben we allemaal nodig. Hè? En cinnamon helpt met genieten van alle activiteiten in het leven. Dus de zoetigheid van het leven, dus alles wat het leven fijn maakt, daar staat cinnamon mee bij. Dus een waanzinnige combinatie. Gaan we ook zeker eens een keer in de diffuser doen. Ik gebruik hem bij het droogborstelen en drink hem heel veel in het water. Ik vind hem echt geweldig, die mix. De guaiac wood, dat is de olie van doorzettingsvermogen en geduld. Eindelijk, Leanne, eindelijk een olie voor geduld. Daar heb ik echt bijna, ik wou zeggen 10 jaar, maar zo lang ben ik niet eens bij doTERRA. 49 jaar wacht ik op een oplossing hiervoor. En de Spanish Sage, dat is de olie van de verruiming. Dus zeg maar het ruimte maken voor het leven, ook voor verandering en het vooruitschrijden in je leven, vooruitstappen in je leven dus ook. En ja, dus allemaal weer olie die heel goed passen ook in deze tijd. Doen. Ja. Die guaiac wood, dat vond ik wel een hele bijzondere. Want ik las daar op Facebook een heel mooi stuk van. Dat je die heel erg goed kunt gebruiken bij meditatie. En dat die veel gebruikt wordt in de oude culturen. Om ook de signalen goed op te vangen uit het universum. Zodat je je eigen pad of je eigen richting weer terug gaat vinden. En Spanish Sage sluit er eigenlijk heel mooi bij aan. Dus die Spanish Sage ook, die zorgt eigenlijk voor een verruiming van je blikken en nou ja, misschien wat hoger bewustzijn of dat je je zesde zintuig wat meer aanzet. Dus als je daarmee bezig bent, dan zou ik kijken of je deze bij elkaar kunt gebruiken in de diffuser. Maar doe het wel op een moment dat je wel jezelf stabiel voelt. Want het kan natuurlijk best wel zijn dat er dingen tot je komen waarvan je denkt, oeh, die had ik even niet zien aankomen. Dus probeer deze wel te gebruiken als je stevig even met twee benen op de grond staat, zodat je die boodschap die er misschien komt ook aan kunt. Ja, en je ziet met dit kit heb je al je 125 punten voor de product of the month gehaald. Dus weet je niet wat je wilt bestellen? Nou, bij deze dus. Ja, en dan krijg je Naioli er gratis bij als je dat op een cadeautjesbestelling doet. Ja, makkelijk. Ja, heel tof. En ik vind deze ook wel, soms is het wel een beetje zoeken naar goede verhoudingen tussen punten en geld. Hè? En voor de mensen die ook een beetje sales meisje zijn of die crazy couponing doen. Hè? Misschien is dat wel een serie die je kijkt op TLC. Dit is er een die het dus heel goed doet in het kader van sales meisje. Ja, deze is echt wel heel goed. Ja. En Tanja, ben je nou met Spanish Sage bezig? Ja. Even dat is wat, de tip van Monier. De Spanish Sage, hij doet de Spanish Sage op het voorhoofd. De guaiac wood, nee, ik had de guaiac wood nu. Guaiac wood in de nek en een druppeltje supermint op de tong. Oké. Okay. Voor focus, geaardheid en hallo wakker. Dus. Voor hallo wakker. Oh, fantastisch. Ja, we gaan gelijk wat aankondigen. We vinden het zo gezellig met jullie. En ik vind het ook heel tof dat iedereen gewoon actief blijft meedoen. Dat we volgende week maandag, want het is echt te veel voor één. Dan blijven we anderhalf uur jullie lekker volkletsen. Volgende week maandag om 8 uur gaan we deze olie aan jullie uitleggen. Omdat deze, die waren vorig jaar in een setje, maar dit jaar zijn ze los verkrijgbaar. Ja. En het zijn echt hele bijzondere. En je kan er een heel mooi verhaal van maken hoe ze terugkomen in de Bijbel. Maar het is nog veel mooier omdat ze ook in allerlei andere oude culturen gebruikt worden. En eigenlijk willen Tanja en ik dat stukje even onder het licht brengen. Ja. Dus zet de volgende week maandag 8 uur vast in je agenda en wees er live bij. Oh ja, dit was leuk. Ik vroeg Tanja, wat heb jij besteld deze maand? Dat vraag ik heel vaak aan mensen. Ik wil ook gewoon geïnspireerd raken door jullie. En toen hebben we bedacht dat wij misschien gewoon ook eens konden opschrijven voor jullie wat wij nu besteld hebben. En het leuke is dat het dus heel verschillend is. Nou, wat ik besteld heb in ieder geval, omdat ik het zo super lekker vond ruiken, is nog een keer de shampoo. Ik vind hem echt geniaal werken, maar het ruikt ook fantastisch. Dan de Amavi set. Twee mannen hier in huis die echt gek zijn op geurtjes. Dus ik dacht, die wil ik hebben. Ja, de kaarsen mochten niet ontbreken. En mijn zoon die heeft nu al de vanille ingepikt. Ja, echt serieus. Die is echt gek op vanille. Dus die heeft de diffuser boven op zijn kamer. En die is, ja, mam, bestel je nou die vanille voor me?
Dan vervolgens de Forest Breeze. Die heb ik gewoon 3 keer besteld. Want ik wil niet meer schrijven. Ik wil die echt gewoon voorlopig lekker om voor onder de douche gebruiken. Als afwisseling voor de andere. En een flesje lemon. En ja, toen kwam ik dus op 125,5 pv en €197. Die puntenverhouding was niet zo goed. Maar ik wilde gewoon heel graag die feestdagen cadeautjes hebben. Een leuke bestelling is dat. Ja, het is echt een feestbestelling. Ja, en jij hebt een hele praktische bestelling. Die was ook heel tof. Mijn maandelijkse bestellingen zijn best wel een beetje saai. Omdat een deel daarvan eigenlijk altijd hetzelfde is. Natuurlijk bestel ik het Lifelong Vitality Pack. Maar ik begin eerst maar met wat dus nu voor mij actueel is. Nou, ik ben dus door die operatie gegaan. En ben dat aan het... daar ben ik mijn lijf dus nu een beetje aan het verwennen. Daar is uitermate geschikt de Correct X. Die heb ik hier meerdere keren per dag, doe ik die hier. En dan masseer ik daarmee ook een beetje. Het is een waan. Wie het nog niet kent, kost iets van €12, €13. Het is een super... Het is een kleine tube, maar daar heb je maar heel weinig van nodig. En een waanzinnige blend zit daarin, die dus waanzinnig goed is voor de huid. Dan had ik heel graag weer eens de Bone Nutrient willen bestellen. Want ook, kader van herstel van de operatie. Ik heb gelukkig nog een half potje, dus ik kan nog even voort. Want die is op dit moment uitverkocht. Dus ik hoop dat die gauw weer komt. Nou, dus mij gebeurt dat dus ook, dat er dingen niet te kopen zijn. Dan bestel ik uiteraard elke maand het Lifelong Vitality Pack. En dan kan je dus add-ons bestellen. Die add-ons, als je die erbij doet, zijn die dus voordeliger als wanneer je ze loskoopt. Bijvoorbeeld de Deep Blue Polyphenol capsules. Die zijn maar €25 rond als je ze als add-on erbij besteld. Die natuurlijk ook in het kader van herstel. De TerraZyme is voor mij standaard. Dat is echt een product dat ik op een eenzaam eiland zou te gaan meenemen. Is er ook als add-on mee erbij. Zelfde ook voordelig geprijsd als je dat add-on doet. Dan elke avond gebruik ik 2 capsules Serenity. Dat helpt mijn lijf om beter te kunnen afschakelen. En dat gaat dus de natuurlijke, gezonde productie van melatonine ondersteunen. Wij zijn grote fans ook van de shampoo en de conditioner, maar nog van de oude versie. Dus die heb ik besteld, want mijn zoon die begon te klagen. Het is op, het is op. Dus die komt erbij. En dan de Ongeart Cleaner Concentrate. Dan denken veel mensen, krijgt dan van, wat is zo duur als ik die prijs zie. Ja, maar het is een concentraat, zeg ik dan altijd. Ik doe zo met zo'n fles echt maanden, meerdere maanden. Bijna een jaar heb ik de laatste fles gebruikt, want je gebruikt je druppeltjes. En achter staat ook op hoe je hem kan verdunnen om dus dan je afwasmiddel te maken of je reinigingsspray. Of ja, je kan hiermee alles eigenlijk zelf maken. En die is nu op, dus moet weer een nieuwe bijkomen. Ik kom hierbij op 163 pv, €242,22. En ik probeer altijd de 150 pv aan te mikken. Waarom? Omdat wij een afspraak hebben, wij en onze frontline, elke maand 150 punten. Daarmee hebben we dus namelijk de Power of 3 eerste level is dan daarmee gehaald. Power of 3, wie dat nog niet kent, dat is een bonus die je dus kan krijgen voor het bouwen in een bepaalde structuur. En je moet dus dan 3 mensen onder je hebben met een LAP-bestelling van minimaal 100. Maar in totaal moeten jullie dus, jij en alles wat op je frontline staat, een beetje technisch gepraat, 600 punten hebben. Nou, dit kan je dus heel makkelijk doen als jij en jouw 3 teampartners 150 pv elke maand bestellen. Heb je elke maand die 600 gehaald en dan heb je je eerste level. En zo leer je dat dus ook door in je team iedereen dit soort druppeltjes vullen elke maand met 150 pv. En dan kan je heel strak bouwen, kan iedereen mooi de structuurbonussen halen en ook de andere ranks mee behalen. Ja, dat tikt dan lekker aan. want ik krijg de vraag, wat doet Correct X precies? Het is echt een wonderzalfje. Dus Correct X is echt een soort ointment, noemen ze het. Dus waar je op de huid mee kunt werken. Dus als je een krasje hebt, een vlekje, een plekje, een dingetje, roodheid, het jeukt. Op al die dingen kun je Correct X gebruiken. In de winter, de mondhokken die dan rood en inscheuren. Of aan de hielen die heel droog zijn. Al dit soort, de ellebogen die droog worden. De knokkels die tijdens het fietsen heel droog worden. Dus allemaal dit soort dingen. Ook lastige dingen. Hè? Dus hier, dit is lastig. Hè? Dat kan je echt meewerken. De nagelriemen, is die ook heel goed voor. Dat de nagelriemen verzorgen.
Dus ja, dit is echt zo'n zalfje wat je overal opsmeert, zeg maar. Wat je gewoon in iedere tas zou moeten hebben. Mm-hmm. En een vraag van Miranda. Vanaf welke leeftijd kun je Serenity capsules gebruiken? Ja, daar zijn etherische oliën in. Dus dan wordt gezegd, intern gebruik kan pas vanaf 6 jaar. En dan zou ik sowieso alleen maar eentje daarvan gaan gebruiken. Niet twee. Hè? Dus de volwassen dosering is dus 2. Dus wacht, ja. Voor de rest, het doet niks wat het lijf niet sowieso doet. Hè? Namelijk het aanmaken van melatonine kan ons lijf dus helemaal zelf doen. Alleen, wij zitten te veel voor grote schermen. En dat schakelen we niet meer goed af. En we horen nu eigenlijk niet meer voor de scherm te zitten met z'n allen. Hè? Zodra het donker wordt, hoor je eigenlijk te gaan slapen. En welke etherische oliën zitten erin? Even uit mijn hoofd, lavendel, pepermunt en lemon zitten daar volgens mij in. Maar er zullen nog een aantal dingen bij zitten. Pepermunt en lemon weet ik nou niet. Maar ik weet uit mijn hoofd eigenlijk alleen dat er lavendel in zit. Maar daar zit dus passiflora extract in. En nog een paar andere dingen die dus echt met je lijf samenwerken. Je kan ook eens even kijken in de homeopathie wat passiflora doet. Die staat namelijk voor hetzelfde. Hè? Ook het verzachten van de gedachten die in de avond gaan cirkelen. Dus... Ik kom naar die vraag als je die gesteld hebt in Facebook en ik geef je de pip van de Serenity. Ik wil zeggen, dat is een goede. Ik wou hem net even opzoeken van doTERRA. Kijken of ik hem even snel erbij kon krijgen. Dat is altijd wel leuk om te vertellen, inderdaad. Ja. Ik heb hem even op een ander tabblad geopend. Hij is even aan het nadenken nog. Frankincense, helichrysum, tea tree, cedarwood en lavendel. Dus ja, dat zijn de olie die erin zitten. Oh, maar is het in de Serenity olie of in de Serenity capsules? Nee, de Correct X. Oh, in de Correct X. Ja, oh, oké. Okay. Ik dacht nu, welke olie zit in de Serenity? Oh, sorry, dan heb ik het fout begrepen. Ja, ik wil het zeggen, want dat is niet en, de meeste. Hoe heet het? Klasina vraagt nog of die op hechtingen mag. Als het dicht is, ja. Wacht zeker tot het dicht is, want je wil geen vet introduceren daar, zolang het nog niet dicht is. Want dat kan weer problemen veroorzaken. Dus ook schraafwonden, als die open zijn, dan wil je dat liever niet doen. Want het kan bijvoorbeeld als het kind gevallen is of zo, het kan branden. Dus ruim buitenom, hè, want etherische olie gaan toch daar naartoe waar het nodig is. Maar niet op iets wat nog open is, daar blijven we vanaf. Inderdaad, goede tip. Ja, we hadden beloofd jullie nog even onze Pinterest-borden te laten zien. Mijne is www.helirotwerk-pinterest. En die van Tanja, die heeft ook even een snelle link voor jullie aangemaakt. bit.ly/pinterest-aroma-pro aan elkaar. Nou, jullie zien het op scherm. Ga ook Tanja volgen. Tanja heeft ook heel veel, nou je ziet het op het scherm, heel veel mooie diffuser mixen staan. Zodat je weer de hele week aan de gang kunt met uitproberen. Ja, en als laatste hebben we nog wat heel leuks. Want we organiseren met z'n allen voor onze teams. Of als je nog geen doTERRA-account hebt, mag je ook komen. Dus zit je bij Tanja in het team, zit je bij Torsten in het team, zit je bij mij in het team. Zo noemen we dat bij doTERRA. Mensen die elkaar inspireren en die samenwerken om nou ja, dit soort leuke dingen te organiseren. Dan ben je welkom om naar de Wellnessdag in Almere te komen. Als je in een ander team zit, ga dan vooral even bij je eigen team kijken, want die organiseren ook dit soort dingen. 26 november van 10 tot 4, hele leuke sprekers, hele leuke tafels waar we ook met jullie aan de slag gaan om echt dingen te maken. Je gaat het echt beleven, je gaat meedoen, je gaat het ervaren. Dus niet alleen maar luisteren, je wordt echt aan de slag gezet. En je mag je registreren op aromapro.nl/wellnessdag. Precies, wij verheugen ons al enorm. Het wordt echt een interactieve dag met rust en activiteit. Yes. En nog even de disclaimer in beeld voor de zekerheid. Heel in het kort, we zijn op Facebook en we zijn op YouTube. Wat we daar doen is geen uitspraken over ziektes en symptomen. Dat proberen we weg te houden van social media. Gebruik je olie veilig. Wil je daar meer over weten hoe veilig gebruik van etherische olie is? Benader degene die jouw contactpersoon is. En zijn Tanja of ik dat, doe dat dan gerust ook. Dat zijn even de formaliteiten, jongens. Maar het hoort er gewoon even bij, omdat we op die kanalen voor jullie uitzenden.
Precies. Nou. Ja, nu weer terug naar de leuke dingen, Tanja. Waar we afsluiten met wat leuks. Ja, precies. Nou, ik verheug me enorm op deze dag. En het is vooral ook bedoeld om een beetje benieuwdheid ook te wekken. Het gaat je niet uitsluitend om, dat zijn de producten en blablabla. Bla, bla. Het gaat je echt om het verruimen van je mindset. Het veranderen van je denken naar een preventieve lifestyle toe. En het is zeker ook breder aangepakt dan alleen maar doTERRA. Het gaat echt om veel meer. Het gaat om beweging, het gaat om voeding, het gaat om mindfulness. Noem maar op, het wordt een hele fijne dag. We hebben standjes ook daar. En neem gerust je vriendin mee of je bekende mee die nog helemaal niks weten van doTERRA en misschien wel benieuwd zijn naar wat doen jullie eigenlijk daar? Want het wordt echt een fijne dag die mensen een beetje meeneemt in, zou ik zeggen, ons oliefamilie. Ja, en vooral ook die proactieve wellness, hè? Ja. De zelfgestuurde wellness. Ja, we moeten altijd erg lachen om de vertalingen van doTERRA. Dus we vertalen dat dan maar weer even door naar onze eigen taalgebruik. Maar ja, dat is het. Weet je, heel veel van jullie zijn toch nog steeds te veel bezig met brandjes plussen. Dus als jij het afgelopen week Tanja of mij een vraag gesteld hebt. Ik heb last van X, Y, Z en welke olie moet ik erop doen? Dan kan je eigenlijk het niet maken om niet te komen. Want we gaan je echt leren hoe je dat soort situaties voorkomt in plaats van meemaakt. Precies, daar gaat het om. Ja. Hey, we gaan lekker afsluiten. We hebben jullie al een uur bezig gehouden. Het is echt superleuk. Tanja en ik die blijven lekker altijd doorpeppen. En we hopen dat je weer volop tips gekregen hebt. Heb je vragen, laat het weten. Zet het onder de YouTube, zet het onder Facebook. Dan gaan we proberen om het zo goed mogelijk te beantwoorden. Als je het terugkijkt, laat het ons ook weten. Ik vind het leuk om even toch een duimpje of een hartje of een reactie te krijgen. En ga er vooral mee aan de slag. Laat die olie niet in de kast staan. Precies. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te reageren en een commentje bij te geven, want dat helpt ook weer dat anderen het een beetje meer te zien krijgen. En dan zien we elkaar volgende week, maandag, om 20 uur met een interessant webinar over de Ancient Oils. Tot ziens!